Dit jaar wordt in Oosterwijk, Moergestel en Heukelom voor de 10e keer de Open Monumentendag gehouden. Reden voor het organiserend comité om aan deze dag een feestelijk tintje te geven. Sinds enkele jaren wordt voorafgaand aan de Landelijke Monumentendag een Open Monumentenklassendag gehouden. Dit jaar brengen de groepen 7 en 8 van basisscholen De Bunders en De Koppelen een bezoek aan het raadhuis op de Lint en aan de Kerkhovense Molen. 2012 is uitgeroepen tot het jaar van de historische buitenplaats. Het thema van dit jaar is Groen van Toen. En groen speelt op 9 september dan ook een belangrijke rol. Vanwege het tweede lustrum zorgt het Oosterwijks Comité Open Monumentendag bovendien op elke locatie voor een muzikale omlijsting. We geven nu een voorproefje en we beginnen in Oosterwijk. In het raadhuis, een rijksmonument uit 1899, is een expositie te zien over de vele bijzondere bomen op de Lint, zoals de Vrijheidseik, het Trouwlaantje, de Gerechtslinde of de Willemseik, met elk hun eigen historie of legende. Hier klinkt tijdens uw bezoek de blokfluit- en gitaarmuziek van Rosalind de Groot en Peter van Aerts. Op de Lint 54 bevindt zich een monument uit 1862 dat ook zo zijn verhalen heeft te vertellen. In de mooie achtertuin bevinden zich onder andere 3 prachtige acacia's die onlangs op de monumentenlijst zijn geplaatst. In de fraaie salon van het pand kunt u luisteren naar het pianospel van Aku Taher op de concertvleugel van de bewoonster van het pand en naar zang van kinderkoor Het Carillon. In de tuin van Bokstelsebaan 13 vindt u, behalve veel fruit, ook nog een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog. In de monumentale woning kunt u genieten van de muziek van het duo C. Groot en F. Klein. In het Natuurtheater aan de Gemulhoekenweg, dat in 1935 zijn deuren opende, wordt elk uur een rondleiding gegeven. Smartlappenkoor Jeremiade zorgt voor muziek met een theatraal tintje. Als u meer houdt van groen en rust, dan kunt u genieten van de omgeving van het Groot en het Klein Aderven. In het restaurant van de Katharinenberg, gelegen aan de Poorterstraat, kunt u een expositie zien over de historie van het klooster, dat terugvoert tot aan de 15e eeuw. Natuurgids Bert Klerks vertelt u over de reddingsacties van de linden bij de entree en u kunt een kijkje nemen in de kloostertuin waar de zusters vroeger biologieles gaven. Hier wordt de muzikale omlijsting verzorgd door de Singing Pearls met optredens in de kapel. Aan de Heukelomseweg bevindt zich een monumentale boerderij waar op het erf een expositie is ingericht van oude gewassen, handwerktuig en landbouwmachines. Van hieruit wordt u meegenomen door een stukje Heukelom, waarbij ook een boerderij wordt bezocht aan het baaneind, waar eveneens oude landbouwattributen worden tentoongesteld. Op deze locatie laten leerlingen van Factorium, onder leiding van docenten Margaret Forrest, harpmuziek horen. In Moergestel kunt u de volgende monumenten bezoeken. Aan de Oorschotseweg staat het Broodhuis, een pand waarvan de rijke en roerige geschiedenis teruggaat tot 1673. De huidige bewoners vertellen nu over de historie van het pand en over hun inspanningen om het te behouden. De oprijlaan met zijn oude bomen en de Weidse achtertuin vertellen hun eigen verhaal. Twee muzikale duo's, Jan en Chris van der Plas en Katinka van Dongen en Ad Vergouwen, zorgen voor de muzikale sfeer. Eveneens aan de Oorschotseweg bevindt zich de 19e eeuwse villa Hooghuizen met een koetshuis en een dienstwoning. De gastheer zet op deze dag de poort gastvrij open om de bezoekers te laten genieten van de prachtige parktuin en het koetshuis. In deze kasteelachtige omgeving laten de Elkerliek spelers op verschillende momenten van de dag hun volksmuziek klinken. Aan de Tilburgseweg tenslotte staat het landhuis Zonnewende. In 1922 gebouwd door de directeur van de AB Wolfabrieken en nu in bezit van de stichting SOCA. Op de Open Monumentendag kunnen kinderen onder leiding van kunstenares Nienke Kast een object van golfkarton maken. Het fraaiste ontwerp wordt beloond met een prijs. De tuin van het landgoed is ontworpen door een tuinarchitect. Tijdens de open dag geeft architect Leon Brokers elk uur een presentatie over het landhuis en een rondleiding door de villa. Rondleidingen door het park worden verzorgd door Helvoort Groenprojecten BV. De Budding Sound Big Band zorgt voor een swingende omlijsting van uw bezoek. Landgoed Zonnewende is ook het decor van de afsluiting van de Monumentendag. Omstreeks 5 uur 's middags reikt burgemeester Hans Jansen tijdens de feestelijke afsluiting de jaarlijkse monumentenprijs uit aan een persoon of instantie die zich op buitengewone wijze heeft ingezet voor het behoud van 1 of meerdere monumenten. Tot slot zorgen de Singing Pearls nog voor een muzikale verrassing. U kunt de monumenten bezoeken tussen 11 uur en 4:30 's middags. De brochures met plattegrond kunt u gratis verkrijgen bij diverse openbare gelegenheden, zoals gemeentekantoor, VVV-kantoor, bibliotheken, culturele centra en horecagelegenheden.